Het is vandaag zaterdag. Het is een beetje wisselvallig weer. Kijk maar naar boven. Beetje grijze wolkjes en zo. Maar goed, maakt niet uit. We zijn even bezig met een wat groter rondje met het hondje. Zoals jullie kunnen zien, fris gedoucht en wel. En er staat ook behoorlijk wat wind hier buiten. Dus lekker Lily uitlaten. We zijn thuis al druk bezig geweest. Althans, ik ben druk bezig geweest. Met wassen en opruimen. En dat soort fratsen allemaal meer. Vanmiddag ga ik nog lekker koken. Hallo Jules, dat zal ik vanmiddag nog wel even laten zien. En ik ga lekker een kip bakken vanmiddag. En even mijn haar uit de wind. Zo, dus nou goed. Rondje Andel it is. En ik zou zeggen, ik zie jullie straks nog eventjes. Toedeloe! Het is vandaag zondag en gisteren ben ik helemaal vergeten om nog filmpjes te maken van de kip die ik ging maken. Dus dat is dan maar wat het is. En het recept komt binnenkort online, dus dat kunnen jullie dan gewoon zelf zien met de foto's en zo erbij. Dus dat. En vandaag enorme hoos en wind en regen. Zoals je ziet, ik loop nu ook een beetje in de regen buiten. Hond uit te laten, niet echt top, maar ja, even, het is wat het is. Daar moet je het maar mee doen met het weer. Dus ik ga zo meteen nog wel koken thuis natuurlijk. En we zijn lekker naar de bioscoop geweest. Nou, het heeft gewaaid, jongen. Want we kwamen thuis en er was echt niet te doen. Heel de tuin overhoop gewaaid. Alle spullen allemaal door de hele tuin heen gehoost. Dus, morgen is het gewoon weer maandag natuurlijk. Maar ik zal morgen nog wel even een poging tot een leuk filmpje doen. Dus ik zeg voor nu, toedeloe. Ik ga snel terug naar huis, want dit is het ook niet helemaal. Papa, wat een weertje. On the road again. Woehoe! Yes, y'all. Ik zit er klaar voor. Het is maandag, dat betekent boodschappendag. En vanochtend heb ik het lijstje even afgemaakt, want gisteravond was het laat en de inspiratie was helemaal zoek. Dus ik ben vanochtend eens even lekker door wat magazines gaan struinen die ik heb liggen hier thuis. En eens een beetje te kijken en alles. En de week zonder vlees is deze week. Nou, ik heb er al een Instagram post vanochtend over gemaakt die jullie terug kunnen lezen dus op Instagram. En ik doe er niet aan mee en dat is puur om het feit dat ik het één grote marketing trucage vind en dat je gewoon de rest van het jaar namelijk zelf heel bewust daarmee om kan gaan. Door te zeggen, ik eet inderdaad een keer geen vlees, ik haal mijn vlees bij de keurslager of bij de boer of hè, bij niet uit de supermarkt. Dus laat die kiloknallers nou eens achterwege, jongens, en ga voor biologisch vlees of beter leven vlees. In ieder geval, doe dat soort dingen en doe dat dan gewoon altijd. Dat heeft namelijk 10 keer meer impact dan dat je 1 weekje zonder vlees gaat eten. Om dan vervolgens de week daarna weer de kiloknallers in je schap of in je mandje te gooien. Dat werkt dus niet. En daarbij ook, ik ben gewoon een vleeseter. En ik ga me er niet voor verexcuseren, want het blijkt steeds meer een soort van alsof je een halve paria bent als je nog vlees eet. Terwijl ik kom bij zoveel boeren en zoveel goede boeren die allemaal kleinschalig produceren, die allemaal niet meedoen aan die mega veestapels en dat soort fratsen meer. En zo kan het dus ook. Dus ja, en dan heb ik er veel minder moeite mee om een stukje vlees op mijn bord te leggen. Dus, en dat is aan jezelf. En als je daar zelf bewust van bent en daar wat mee doet, voilà, dan wordt de wereld er alweer een heel stuk beter van. Nou, dit was dominee Langkamp en nee, ik sluit hem af inderdaad. En ik ga lekker boodschapjes doen nu. En dan gaan we vanmiddag nog even wat recepten uitschrijven en dat soort fratsen allemaal meer. En morgen heb ik een superleuk event, dus later meer. Ik zeg toedeloe van vanmiddag. Yeah.
Luc die zit mijn stories te kijken, want ik ben in Amsterdam. Woehoe. En dit is voor de week. Oh ja, Luc krijgt stress, want we moeten weg, jongens. We moeten weg. Robbie, laat eens even zien. Wat hebben jullie van mij gekregen voor je verjaardag? Voor jullie verjaardag. Een prachtige KitchenAid. Dus we kunnen ermee stampen. En heel mooi. Hoe blij zijn jullie ermee? Ja, heel blij! Het is bijna zo'n opera-show. Ja, you get a KitchenAid! And you get a KitchenAid! And you get a KitchenAid! Nee, ben je gek zeg? Weet je wat dat kost allemaal? Ik neem zo. Ja, leuk hè? Ja, je kunt hem ook als handtasje kunnen gebruiken. Nee, hashtag no spon, helemaal door mijzelf betaald. Want ja, dat doe je voor je vriend. Hashtag, ik ga mijn jas aan. Ja, ga je jas aan doen. Dus wij gaan naar het Amstel Hotel. Want tegen de tijd dat de weekvlog online komt, dan hebben jullie namelijk al lang gezien op de Insta Stories wat wij gaan doen. Maar we gaan natuurlijk zometeen daar nog wel even een filmpje maken. Dus dat. Dus wij gaan hier weg. Ik zeg Robbie, werk ze voor vandaag. Ja, dankjewel. Appie Today. Volg Robin en jongens op hashtag Appie Today. Allemaal kijken. Superleuk. Robin zoekt het uit. De mazzel. Alright, beste mensen. Ik kan niet onwijs gaan staan schreeuwen hier. Want ik sta in het Amstel Hotel. En ik heb zometeen een presentatie hier. De Ierse mevrouw loopt hier al voorbij. Maar we gaan straks hier gaan we lekker lunchen. En we gaan hier St. Patrick's Day gaan we alvast vieren. St. Patrick's Day is aanstaande zondag. En volgens mij zie ik hem hier stiekem al achter mij staan. Staat chef, ik heb in Zuma. Of dat lukt? Nee, dat lukt niet. Is chef Robert Gassin, als ik zijn naam goed uitspreek. En die gaat voor ons koken. Dus superleuk allemaal. En Luc is ook binnen. Dus we gaan even lekker een theetje drinken nu. En dan kom ik straks nog eventjes bij jullie terug. Alright, allemaal producten uit Ierland. Een beetje rumoer op de achtergrond, maar ik ga jullie alvast even wat laten zien. Dit allemaal. Hier is een boter. Deze kun je wel gewoon bij de Appie kopen als ik mij niet vergis. Of kijk maar. Tadaa! Deze. En natuurlijk Jameson, Bailey's, Teeling Whiskey. En niet te vergeten. Guinness! Ja, maar die heeft niet op balletje toch? Nee, kijk, de tap dat werkt net even anders. Dat kan ik wel even laten zien. Dat is wel gaaf. Oh wacht, als je toch bezig bent, ik zet je gelijk even op het filmen erbij. Vind je dat goed? Ja, tuurlijk. Hebben jullie het balletje gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Wat is het? Nou, we zijn net aan het uitleggen hoe dat werkt met de stikstof in Guinness. Ja. De meeste bieren zijn een koolzuur. Wat we hier hebben is een stikstofproduct. Dat belletje is veel kleiner en dat maakt dat Guinness bijna die romige smaak heeft. Ja, maar deze, even om je te onderbreken, normaal is Guinness is heel donker, toch? Ja. Why is deze dan zo licht van kleur? Dit is de nieuwe Guinness Nitro IPA. Wauw, klinkt goed. Absoluut. Ja, het is met dezelfde Guinness gist gemaakt, dus de smaak is ergens herkenbaar. Maar een heel ander biertje. De mouten zijn niet zo ver gebrand. Hij heeft veel meer hopinvloed. Hebt u kinderen? Ja, ik heb een dochter, maar die mag nog niet drinken. Alsjeblieft. En wat moet ik daarmee doen? Aan uw kind geven. En maar wat kan ze ermee? Knikken. Zal ze vast leuk vinden. Maar het is hij is het enige kind dat dat heeft. In de hele school. Oké. Vertel, hoe gaat dit in zijn werk? Wat is nou de truc? De bal die zit normaal in dit blik, hè? Het zijn deze blikken, Nitro IPA. Er zit stikstof in dat bier, maar stikstof ligt altijd helemaal passief in bier. Dus dat moet een activatie krijgen. Dat is wat we komen. Aha, maar moet je, ga je schudden ermee? Of? Het heeft helemaal niks te doen. Nee. Het blik staat onder druk en op het moment dat je het blik opentrekt, ontsnapt de druk. Dat balletje dat gaat door dat blik heen en die activeert alle stikstof die erin zit. Oké, en daarmee krijg je dus dan zo'n prachtig. Je ziet dat deze schuimkraag. Er is geen pilsje die zo'n schuimkraag heeft. Mooi hè? Dus als je hem rustig drinkt, dan zal je ook zien dat de schuimkraag helemaal meegaat het glas in en onderaan gewoon overblijft het glas. Hartstikke mooi. Hey, balletjes.
Kijk, en het verschil dus met van dit balletje. De kinderstap, die is ook op stikstof. En die heeft zijn activatie hierin zitten in plaats van het balletje. Ja. In het blik zit een balletje. Je hoort hem ook sissen. Ja. Sissen, dat komt van die nozzel. Dat betekent dat het bier onder grote druk door die nozzel heen geperst wordt. En dat activeert de stikstof. En dit is dus, dit is de magie van Guinness. Dit is nu dus de stikstof die geactiveerd is. Je ziet het echt, dat is echt heel erg gaaf. En dat water valt heel langzaam omhoog. Dit proces duurt 119,5 seconden. Dat heb je ook echt berekend. Jazeker. Alright, jongens, ik ga hem heel even uitzetten. Ik kom zo op jullie terug over 116 seconden. Luc, hoe leuk vind je het om hier zo in het keuken te staan? Niet leuk? Dat doet mij denken aan pastrami. Ja, het is een pastrami marinade. Ja. In de kitchen. Kijk eens jongens. Volgens mij gaan wij dit zo meteen eten. Kijk hier, gelukkig kijkers staan. Yay! Zie je, het bord is lekker aan het voorwarmen. We stellen je irritante foodbloggers allemaal zo in de keuken. Hartstikke leuk. Gaat lopen jongens. Kijk eens hier, wat zijn ze allemaal handig allemaal hier zo. Dit, oeh, lala. Wat is dit? Het is aardbeer. Aardbeer? En wat nog meer? Drogen. Ja. Frituren daarna. Er zit een crepe van aardbeer op en een crèche. Doe maar. Dat ziet er goed uit. Dankjewel.